Nou, voor diegenen die nou de volgende 15 minuten mij kwijtraken, kan ik u vertellen dat ongeveer een van de beroemdste natuurkundigen, Feynman, die heeft gezegd over kwantummechanica, dat lees ik even voor. We kunnen rustig stellen dat niemand kwantummechanica begrijpt. Nou, ik ga dat toch even uitleggen. Hoe kun je van een biljartbal een banaan maken? De Universiteit van Nederland presenteert elementair deeltjesfysicus professor Dr. Frank Linde. En mooi, hè, die klappen. Goed, dit was de film Het Bernini-mysterie. Dat was enkele jaren geleden een absolute kaskraker, volgens mij. De essentie van het verhaal, voor diegenen die het niet kennen. Een religieuze secte stilt op CERN een kwart gram, dat is ongeveer 10 zoutkorrels, antimaterie en dreigt dat te laten ontploffen in het Vaticaan. Onze held voorkomt dat en laat de antimaterie hoog boven aarde ontploffen. Die ontploffing zag u daarnet, althans gefilmd. Dat is equivalent tot met zoiets als 10.000 ton TNT. Dus dat is echt heel krachtig spul, antimaterie. De vraag is natuurlijk, van kan dit? Is het gewoon maar een film? Nou, ik kan u vertellen, in mijn onderzoek is antimaterie ook waanzinnig belangrijk. Mijn onderzoek zonder antimaterie, dat betekent dat je een biljartbal neemt. En je neemt nog een biljartbal. En die knal je op elkaar. En dan gebeurt er niks. Nou, daar krijg ik niet voor betaald. Dus je kan ze ook wat harder op elkaar knallen. Een biljartbal en een biljartbal. Ai, ai, ai. En dan zijn ze kapot. Een kapotte biljartbal. Daar krijg ik eigenlijk ook niet voor betaald. Nee, in mijn onderzoek nemen wij een biljartbal. Of zouden wij kunnen nemen als het allemaal kan. En een anti-biljartbal. En die knallen we op elkaar. En dan hebben we banaan-anti-banaan. Okay? En echt, die bananen zijn wat moeilijk. Maar dat zou kunnen. Materie-antimaterie kan je nieuwe vormen van materie maken. Nou, is dat nou waar? Kan dat? Dan krijgt u ook iets leuks te horen, want dan ga ik u vertellen over kwantummechanica. Dat zijn andere dingen natuurlijk. Hè? Relativiteitstheorie, kwantummechanica. Klinkt ook heel eng. Dit is jullie beeld van het atoom, neem ik aan. Iedereen. Even allemaal knikken. Ja, allemaal. Oké, goed zo. Dus, een positief geladen kern en daaromheen elektronen die rondjes draaien. Nou, ik kan u vertellen, de manier waarop die zendmast voor mijn telefoon werkt en de manier waarop u vanavond nog naar tv kunt kijken en naar de radio kunt luisteren, dat is omdat ze in Hilversum heel hard lading heen en weer schudden, zo. En dan gaat daar een signaal naar uw huiskamer. Dat heet een elektromagnetische golf. Die krijg je als je lading hard heen en weer schudt. Als zo'n elektron rondjes draait, dan schudt hij ook hard heen en weer. En dan straalt hij ook elektromagnetische golven uit. En voordat je het weet, zit het elektron op die kern. En dat andere elektron ook. En dat andere ook. En dan dondert deze hele wereld letterlijk in elkaar tot drie keer niks. Want dan is alles in elkaar gesodemieterd. Zo werkt dat dus niet. Dus dit beeld moet u absoluut gaan vergeten. De manier waarop het wel werkt, is kwantummechanica. Nou, voor diegenen die nou de volgende 15 minuten mij kwijtraken, kan ik u vertellen dat ongeveer een van de beroemdste natuurkundigen, Feynman, de meneer die die Space Shuttle-ongeluk ooit geanalyseerd heeft en verklaard heeft met zijn oogringetje, die heeft gezegd over kwantummechanica, dat lees ik even voor, we kunnen rustig stellen dat niemand kwantummechanica begrijpt. Nou, ik ga dat toch even uitleggen. Dus de essentie van kwantummechanica is onzekerheid. Nou, dat klinkt al heel eng. Onzekerheid. En een voorbeeld daarvan is dat het onmogelijk is om voor een elektron, heb ik hier, ja, elektron, om tegelijkertijd te bepalen waar die zit en hoe snel die gaat. Dat is onmogelijk. Waar die zit en hoe snel die gaat. Dus ik kan niet zeggen, hij zit hier en zijn snelheid is nul. En hij zit precies hier. Ik moet even in laten zinken. Dat is de essentie van kwantummechanica. Ik kan u ook gelijk vertellen voor uw auto, voor u en wat dan ook, is het allemaal volslagen irrelevant. Want wij zijn geen kwantumsysteem, wij zijn heel groot. Maar voor zo'n elektron, dat is hartstikke klein, daar is dat heel belangrijk voor. Die heeft daar zeg maar heel veel last van. Nou, laten we daar eens gaan kijken. Dan gaan we nog een keer kijken naar dat foute beeld van dat atoom. Daar zit die kern. En dat elektron, deze, die kan heel dicht rond die kern zitten. Dan weet je vrij goed waar die zit. Namelijk heel dicht bij die kern. Maar dan blaast hij als een idioot rond. En dan gaat hij zo, en dan gaat hij zo, en dan weet je helemaal niet of hij nou zo ging of zo. Hij ging er ergens iets tussenin. Hij kan ook wat verder weg zitten, dan weet je niet meer zo goed waar hij zit. Maar dan blaast hij wel minder hard rond. Dus dan is zijn onzekerheid op zijn snelheid kleiner geworden, en de onzekerheid op de plaats is groter geworden. Hij kan ook heel ver weg zitten, dan beweegt hij heel langzaam,
net zo goed als de planeet Jupiter om de zon heel langzaam beweegt vergeleken met de planeet Mercurius die vlakbij de zon staat. En dan weet je dus heel goed wat zijn snelheid is. Dat is leuk, sta gelijk stil. Maar dan weet je helemaal niet waar die zit. Namelijk, hij zit misschien hier of daar of daar of daar of daar of daar of daar. Nou, wat je je voor kan stellen, is dat er ergens een optimum is waar de gecombineerde onzekerheid op de plaats van het elektron en de snelheid van het elektron minimaal is. Nou, het grappige is, als je de hele formules van de kwantummechanica neemt, dan is dat optimum wat je hieruit op een redelijk simpele manier kan bepalen, maar te moeilijk om hier te doen, is hetzelfde als wat de kwantummechanica voorspelt. Nou, wat voorspelt de kwantummechanica? Die is heel expliciet, die kan het exact voorspellen. Alleen die kan niet voorspellen waar die zit en hoe hard die gaat. Wat die voorspelt, is de waarschijnlijkheid waar je zo'n elektron zal vinden. En dat zien we in het volgende plaatje, in grijs tinten. Dus hier ziet u de kern en daaromheen is het zwart. Zwart betekent daar is de kans nul, daar zit het elektron nooit. Zwart is ook hier, daar zit het elektron ook nooit. Nee, het zit typisch hier. En typisch hier is iets van een 50 miljardste van een millimeter om die kern heen. En dit is de toestand waarmee het elektron het meest gebonden is. Dat noemen wij de grondtoestand. Dus het is het meest streng gebonden aan die kern. En dat voorspelt kwantummechanica exact. Hè? Dus kwantummechanica heeft wel te maken met onzekerheid, maar die toestand voorspelt die exact. Maar het elektron beweegt niet meer. Dat zit of daar, of daar, of daar, of daar, nooit hier, nooit daar, maar hier ergens in die buurt. En dit is eigenlijk een bol in drie dimensies. Er zijn ook heel veel andere toestanden voor het elektron. De volgende bijvoorbeeld, die ziet er complexer uit. Nou zit het elektron nooit daar, maar hier zit een klein ringetje waar die wel wil zitten, want er is een beetje grijs. Hier zit een zwarte band waar die nooit zit, zou hem nooit vinden in deze toestand. En hier zit een heel stuk waar die weer wel wil zitten. En daarbuiten zit hij ook niet. En hier zit het elektron gemiddeld wat verder weg. Maar hij beweegt dus absoluut niet. Hij zit gewoon ergens, dat is een kans. Maar om u een beetje te schetsen van wat nou de schaal is hier, laat ik eens aannemen dat dit de kern is. Dat is natuurlijk veel te groot, want het echt is de kern 0,1401 meter, heel klein. Maar neem aan dat dit de kern is. En we leggen deze op de middenstip in de Amsterdam Arena. Waar zit dat elektron dan? Eigenlijk dat elektron van de vorige sheet. Dat zit ongeveer in Haarlem. Dus dat bent u, hè? En u, en u. Ontzettend leeg. Namelijk een kern, heel veel niks en dan een elektron. En dan de volgende kern en dan heel veel niks en dan een elektron. Geeft u even aan hoe betrekkelijk alles is. Dus dat is dat. Nou, ben ik bijna zover dat ik alle atomen in het periodiek systeem voor u bij zo'n spreken kan voorrekenen. Moet ik nog even twee hele vreemde eigenschappen van het elektron vertellen. En eigenschap nummer 1 is dat elektronen zeer onrustige beestjes zijn. Die staan nooit stil, net zoals een tolletje. Ze draaien of... dit kan ik heel slecht laten zien. Oh, hier misschien. Ze draaien of linksom. Nou, die is zo weg. Of ze draaien rechtsom. Twee mogelijkheden. Maar deze is veel leuker, want die laat het allemaal veel mooier zien. Maar deze draait alleen maar één kant op. Maar dat doet het elektron. Die staat dus nooit stil. Heel onrustig beestje, staat altijd te tollen. Oh, hij moet niet op de grond vallen, want ik heb hem geleend. Oh. Moet heel blijven. Dat is de ene eigenschap die u moet weten. En dan is er een andere eigenschap. Ik lijk er ook een beetje op. Ik ben ook onrustig. De andere eigenschap lijk ik ook op. Het elektron is ontzettend asociaal. Die wil absoluut niet samen met iemand anders zitten. Die wil alleen maar daar zitten waar die zijn ukkie zit. Dus die zit altijd alleen. Je kan niet twee elektronen precies op dezelfde toestand neerzetten. Dat doen ze niet. Nou, als je die twee eigenschappen van mij accepteert, dan kan je elk atoom bepalen hoe dat in elkaar steekt. En ik heb maar één voorbeeld genomen, het atoom natrium. En dat heet in het Engels sodium. En natrium, dat heeft 11 elektronen. Dus 11 van die witte ballen. En ook 11 van die rode ballen daarbinnenin. En ik weet niet eens hoeveel van die blauwe ballen, een stuk of 12. Dat doet er niet toe. En hier zie je dat, foute beeld, want hier draaien die elektronen rond. Dat doen ze dus niet in het echt. Maar hier zie je wel dat hier twee van die balletjes die zitten in de meest gebonden toestand. Dat is die toestand die ik net liet zien. Dat ding heel dicht bij de kern. En er zit er eentje in. Die draait linksom en er zit er eentje in, die draait rechtsom. En dan zitten er twee in de volgende gebonden toestand, een beetje aangeslagen. Dan zitten er drie paadjes van twee hier, dat kan ook, kan je ook uitrekenen in de kwantummechanica. En die elfde die zit helemaal in zijn ukkie een heel eind weg. En die wil natrium ontzettend graag kwijt. Die geeft die dolgraag aan bijvoorbeeld chloor, want die wil er graag eentje bij hebben. En dat bindt dan aan elkaar en dan krijg je keukenzout. Natriumchloride. Nou, zo kan je de hele scheikunde doorfluiten. Dat ga ik nou niet doen, want ik ga het over antimaterie hebben. Maar dat is de essentie van kwantummechanica. Nu ga ik u eventjes vertellen waar die antimaterie vandaan komt. Dat is in mijn vak zo. In mijn vak hebben wij hele kleine deeltjes. Kleine deeltjes is kwantummechanica.
En we hebben hele snelle deeltjes. En hele snelle deeltjes is Einstein relativiteitstheorie. Lichtsnelheden die, zonder dat je het snapt, altijd hetzelfde zijn. Die twee combineren is heel lastig. En dat is voor het eerst gedaan in 1927 door meneer Dirac. Nou moet u eerst alleen naar de linkerkant kijken. Dus niet naar dat. Meneer Dirac die had die theorie gemaakt die zowel de principes van de kwantummechanica en de principes van de relativiteitstheorie van Einstein in zich verenigde. En die had een probleem. Eigenlijk hadden mensen voor hem ook een probleem. Die hadden het ook al gedaan, maar die had het probleem niet opgelost. Dirac ging het probleem oplossen. Het probleem was namelijk dat je toestanden kreeg met negatieve energie. Nou, denkt u allemaal negatieve energie? Nou, niet zo erg. Nou, het is ook helemaal niet zo erg namelijk. Het is heel gunstig voor ons als klanten van een energiebedrijf. Want als ik een negatieve energietoestand heb en ik heb hier één elektron die op plus, dit is 100, 200, 300, 400, noem het maar even, min 100, min 200, min 300, min 400. Als ik een elektron heb op 100, 200, 300 en ik heb negatieve energietoestanden, als ik dan wat energie nodig heb, dan betaal ik dat niet bij de nuon. Dan neem ik gewoon mijn elektron en ik zet het 100 lager en dan heb ik 100 energie. En dan zet ik het nog 100 lager als ik meer nodig heb en dan heb ik weer 100 energie. En nou komt hij. Als ik nog meer nodig heb, nou zet ik hem tot nog 100 jaren. Zet ik hem in die negatieve energie, weer 100 erbij. En zo ga ik gewoon door. En dit stopt hier niet. Het gaat gewoon door tot het oneindige. En ik zet dat elektron gewoon steeds verder naar beneden. Dat is echt geweldig. Gratis energie. Nou, zo werkt de wereld niet. Dus meneer Dirac heeft het opgelost. En die heeft het opgelost door een heel ingenieus iets. En door gebruik te maken van het asociale karakter van die elektronen. Dat ze nooit twee in dezelfde toestand willen zitten. En het feit dat die elektronen links of rechts ronddraaien, die nam namelijk aan dat alle negatieve energietoestanden bezet zijn. En dat betekent als ik geen zin heb om bij nuon elektriciteit te betalen, maar gewoon mijn ene elektron steeds eentje naar beneden wil doen, dat ik dat er wel een paar keer kan doen, maar hier kan het niet meer. Want hier zitten er al twee en er kan geen derde bij, want dat mag niet, ze zijn asociaal. Er zijn maar twee toestanden, daar zit al iemand, hier ook en daar ook en daar ook en daar ook, dat kan allemaal niet. Dus zo loste hij dat op. Nou, dit klinkt weer heel kinderachtig en heel simpel. Maar dit heeft ook gigantische implicaties. Want nu gaan we wat anders doen. Dit is het vacuüm. Helemaal niks. Geen enkel elektron. Alle negatieve energietoestanden zijn bezet. En in de positieve zit niks. Die zie ik nooit. Die zijn er gewoon. Wat ik nu ga doen, ik ga deze jongen een schop geven. Die ga ik een hoeveelheid energie geven met een lichtdeeltje. Hij had min 100. Zeg, ik doe er 200 bij. Hij had min 100. Dan gaat hij naar plus 100. Gaat hij hier zitten. Ja, gaat hij hier zitten. Wat heb ik nou? Nou heb ik één gewoon elektron. Dus ik heb er energie in gestopt en ik heb één gewoon elektron en ik heb een ontbrekend negatieve energietoestand elektron. Een missend negatief energie elektron is hetzelfde als de aanwezigheid van een positief deeltje met de tegengestelde lading. Dus wat ik hier heb is energie ingestopt. En opeens heb ik een elektron en iets gemaakt wat de tegengestelde lading heeft als een elektron met gewone energie. Dat heet een positron en dat is een antideeltje. Dat was de voorspelling van meneer Dirac in 1927. Er moet een antideeltje zijn wat er net zo uitziet als het elektron, maar de tegengestelde lading heeft. Nou, daar is een experimentator heel hard aan gaan meten. En vlak daarna werd deze foto gepubliceerd die u hier ziet. En hier ziet u een krom spoor. Nou, u weet nu allemaal, een krom spoor, dat komt omdat dit in een magneetveld zit. En eigenlijk zit het precies hetzelfde, deze detector, als je overdag kijkt naar sporen van vliegtuigen. Dan zie je al die condensatiesporen. Dit is ook een condensatiespoor, een druppeltjespoor. En nou moet u mij geloven dat ik u vertel dat dit het spoor is van een positief geladen elektron. Het had ook het spoor van een negatief geladen elektron kunnen zijn. Dat hangt er nou vanaf hoe het magneetveld hier is ingesteld. Want hij gaat of de ene kant op of de andere kant op. Maar ik garandeer u, dit is een positief geladen elektron. En dit was de eerste ontdekking van een antideeltje door meneer Anderson in vlak na 1927. Nou had ik vanochtend nog een positron, ook zo'n knuffeltje. Die ziet er net zo uit als het elektron, alleen hij is gespiegeld. Dus alles wat wit is, is zwart. En hij is ook spiegelbeeld, want in zekere zin zijn antideeltjes dat ook. Maar ja, onderweg is hij geannihileerd, hij is weg. Ik ben hem kwijt, dus ik heb hem niet meer. Dus ik moet het doen met het elektron. Maar hij bestaat echt, dat antideeltje. En daarmee, in de volgende slide, is het echt waar dat wij in onze experimenten in Genève biljartballen op antibiljartballen doen en nou ja, geen bananen antibananen maken, maar wel nieuwe deeltjes en nieuwe antideeltjes. Ook hier is natuurlijk de fameuze vraag van, is dit nou nuttig? Wat moet ik nou met al die dingen? Nou, ik hoop dat u nooit in een ziekenhuis terechtkomt. Maar als u daar wel in terechtkomt, dan krijgt u soms wel eens een PET-scan. Nou, voor u is dat gewoon een PET-scan, net zoals een CT-scan en net zoals een NMR en net zoals röntgen. Maar een PET-scan, die staat voor positron-emissietomograaf. En een positron is precies dat antideeltje waar ik net over heb.
Dus dan zit je in het ziekenhuis en dan krijg je een chemisch goedje. En opeens heb je een anti-elektron in je lijf. En dat maakt allemaal reacties in je lijf. Blaast lichtdeeltjes uit en die meten ze. En dan kunnen ze precies zien hoe iets loopt door je lijf heen. Ik zeg altijd maar zo, elk apparaat in het ziekenhuis is dankzij kernfysici met uitzondering van het bloederige mes. Dat hebben wij niet verzonnen. Maar al die anderen die komen bij ons vandaan. Dus dat is hartstikke leuk. Nou, wat hoop ik afsluitend dat u nu begrepen heeft. Dat antimaterie echt bestaat. Dat het zelfs toepassingen heeft in het ziekenhuis. En ik hoop ook dat u een idee heeft dat dat beeld van zo'n elektron, een mini zonnestelsel met die elektronen eromheen, dat echt hartstikke fout is. Kansverdelingen. En dan werkt het fantastisch. Dan kan je heel veel uitrekenen. En tot slot, die film Het Bernini-mysterie. Kan het? Wat die mensen deden. Nou, het leuke antwoord is, ja, het kan. CERN moet er alleen wel een 500 miljard jaar voor draaien om die antiprotonen te maken, dat kwart gram. Nou, het goede nieuws is, CERN bestaat dit jaar 60 jaar en er is een prachtig symposium in Amsterdam over, op 21 juni, kunt u absoluut naartoe gaan. U moet zich ook realiseren dat een kwart gram antimaterie is 150 miljoen miljard miljard antiprotonen. Dat is ook wel echt heel veel. Nou, zelfs als CERN een 500 miljard jaar zou hebben, wat ik natuurlijk van harte hoop, dan is de elektriciteitsrekening die CERN ervoor moet betalen ook astronomisch. Dus het is wel een hele dure manier om 10.000 ton TNT te laten ontploffen. Dus ik zou het maar houden aan de science fiction van Dan Brown. In het volgende college ga ik u vertellen over een ander elementair deeltje, ook zo'n hele vreemde jongen, namelijk het neutrino. Dank u wel.